It was a fake stoppage, fake ref, fake fight. Wait till I see you next time. Wait till I see you next time, Marty Fake Newsman. You're dead. You're dead. Am I? We got unfinished business. Really? You better show up. Really? I'm coming for you. Jamstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk, ouwe hoeren zoeken rem op de klok. Jamstalk, voor mijn strijders en mijn vechters passinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk. Strijders en natuurlijk mijn vechters passinnen. Welkom bij alweer een gloednieuwe episode van Jamstalk. Voordat we verder gaan, abonneer je direct even op dit kanaal, geef de video een duimpje omhoog en check AUB onze homepage. Daar tref je nog altijd de link naar de crowdfunding van mijn dierbare broeder Halid Isik. Mijn beste vriend is nog altijd in gevecht tegen de ziekte van MS en wij kunnen uw donatie meer dan goed gebruiken. So spread the word, ons dank is groot. Alright, vandaag wil ik terugblikken op UFC Vegas 11. En dan met name Colby Covington versus Tyron Woodley. Cowboy versus Nico Price. En UFC sensatie Khamzat Chimaev versus Gerald Meerschaert. Ik ga terugblikken, dat doe ik met een goede vriend van me, partner van de show. De man met de meest exotische achternaam van de hele kosmos. Riley Delgado Gomez. Hoe is die broeder? Goed met jou, broeder. Goed je te zien, man. Goed je te zien, lang geleden. Thanks, man. Het is alweer een tijdje terug, hè? Inderdaad, inderdaad. Afgelopen weekend, UFC Vegas 11. Ben je getuige geweest? Ja, zeker, zeker. Zeker weten. Kon niet anders. Voordat we erin duiken, even je algemene indruk. Heb je genoten ervan? Ik heb wel genoten. Ik vond het op zich een beetje saai, om eerlijk te zijn. Maar... er stonden wel goede vechters op de kaart en er zijn weer veel dingen gebeurd. Dus ja, ik heb er wel van genoten, ja. Mooi, laten we gelijk voor het gemak de laatste drie gevechten onder de loep nemen. Laten we beginnen met Colby Covington versus T. Wood. Jouw analyse, Riley, ben ik erg benieuwd naar. Ja, ik zal gelijk beginnen met Colby Covington. Die man, ik ben... ik ga niet zeggen dat ik fan ben van Colby Covington, maar ik vind hem wel echt een goede vechter. Het is jammer dat hij zo raar doet, een beetje een rare karakter, maar die man heeft conditie. Hij is fully in de aanval, constant naar voren vechten. Hij domineerde tijdens ook echt. Dus hij heeft echt verdiend gewonnen. Ik zie wel nog een keer champ worden, om eerlijk te zijn. En Tyron Woodley, ja, ik denk dat hij gewoon beter kan stoppen. Hij staat als vijfde gerankt. Dat vind ik persoonlijk te hoog, na zijn prestaties. Als ik zie hoe die afgelopen wedstrijd heeft gepresteerd, dan denk ik dat hij iets anders moet doen. En het is ook niet erg, of niet iets anders per se, maar ja, gewoon op één ding focussen. Want hij maakt muziek en hij is in de filmindustrie. Ik denk gewoon dat hij is niet meer de oude in ieder geval. Het doet mij pijn, man, om Tyron Woodley in deze situatie te zien. Ik moet erbij vertellen dat hij natuurlijk tegen drie monsters gevochten heeft. Het zijn niet de minste. Als je het hebt over Kamaru Usman, dat is de kampioen nu van de weltergewichtsdivisie. De tweede man na Kamaru Usman is en blijft Colby Covington. Ik had ergens een statistiek gelezen dat die man na Usman en George St. Pierre de langste winpercentage heeft in de welterweight division. Dus hij is geen grap. En dan nog Gilbert Burns, die ook in de mix zit. Wat ik wel jammer vind, ik las ergens dat hij 15 rondes lang nu geen één punt gepakt heeft. In de laatste drie gevechten heeft hij dus uitgerekend 15 potjes keer 5 minuten. Hij heeft 75 minuten lang, Riley, geen één punt gepakt. Dat baart mij zorgen. Ja, mij ook. Maar ja, wel eens moet je jezelf afvragen waar komt dat? Ik denk dat het met focus te maken heeft. En misschien zijn er ook andere dingen. Ik ken hem niet persoonlijk, weet je. Als ik een gesprek met hem zou hebben, misschien dat alles dan duidelijker zou worden. Maar voor hoe het nu eruit ziet, als ik een beetje social media volg, dan is hij op te veel dingen tegelijk gefocust, als je het mij vraagt. Ja, hij eindigde met een gebroken rib. Is pijnlijk. Ik ving op dat hij 3 dagen, 4 dagen lang zittend moet slapen. Hij kan niet hoesten, hij kan niet niezen, hij kan niet praten. Het is natuurlijk een pijnlijke blessure. De vraag die nou rondzwerft op internet.
Did Tyron Woodley quit, volgens jou, Riley? Is hij gestopt? Did Tyron Woodley quit? Goeie vraag. Ik denk van niet. Want ik denk wel dat hij gewoon van vecht houdt. Ik bedoel, van we moeten niet vergeten wie Tyron Woodley is. Maar hij heeft wel weer motivatie nodig, denk ik. Dat is het. Jij moet ergens motivatie vandaan halen. Want dit is niet de oude Tyron Woodley die ik gewend ben en waar ik van genoot. Hij is ook groot. Een stuk groter. Hij was altijd al afgetraind en gespeed, maar hij is een stuk groter en niet meer zo explosief en aanvallend. Ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Tuurlijk, hij is legend, dat wel, maar hij heeft gewoon nieuwe motivatie nodig. Hij moet motivatie ergens vandaan halen. Ja, hij is natuurlijk altijd zo'n type vechter geweest. Niet de meest spectaculaire, maar juist altijd heel erg gecalculeerd en slim. Want Tyron Woodley is echt een hele slimme vechter. Maar in Amerika zeggen ze, hij was gun shy. Hij moet die handen wat meer laten gaan. Denk je dat het er nog in zit? Of denk je dat hij gewoon moet stoppen, definitief? Laten we even gewoon het zwart-wit bekijken. Ja, ik denk wel dat het er nog in zit. Want hij heeft het wel, ik bedoel van dat verleden het zomaar. Maar, is wat ik zeg, motivatie. Bij mij is denk ik gewoon motivatie. Ik denk dat je ergens motivatie vandaan moet halen en de knop om moet zetten. En misschien zelfs video's of beelden van vroeger moeten bekijken om zichzelf weer te motiveren. En dan gewoon weer knallen. Ik weet niet, binnen nu en een jaar bijvoorbeeld, als het dan niks wordt. Als ik hem was, zou ik tegen mezelf zeggen van, hey, ik stop man, ik ga focussen op andere dingen man. Die man heeft een goed leven. Hij heeft gezonde kinderen, family man. Dus 2021 moet zijn jaar worden dan. En als dat niet lukt, dan gewoon stoppen. Hij heeft ook een mooie leeftijd. Ja, er gaan heel veel dingen door mijn hoofd. Wat mij opviel bijvoorbeeld is dat Dana White de eerste is die Tyron Woodley onder de trein wil gooien. Ik vind hem daar een beetje genadeloos in eigenlijk. Vrienden van mij, die ook Tyron Woodley fan zijn, die noemen hem nu niet de Chosen One, maar de Frozen One. Omdat hij zijn armen bij zich houdt. Hij is 38 jaar. Maar laten we Colby ook zijn credits geven. Hoe vond jij Colby eruit zien? Colby was een monster. Explosief, agressief, gemotiveerd. Ja, ik denk dat zijn conditie speelt gewoon een grote rol en werkt echt in zijn voordeel. Colby zag er gewoon fit uit. Hij liep op een champ, als je mij vraagt. Hij vocht als een champ. Die man, als ik naar zijn vechtstijl moet kijken en hoe die presteert, ik heb respect voor Colby in dat opzicht. Ik zeg je echt eerlijk, die man gaat alleen maar vooruit. Hij is echt een monster. Ja, wat opviel was natuurlijk dat we die trash talk vooraf een beetje gemist hebben. Het zij aan de ene kant door de UFC zelf. Ze wilden niet die twee in een persconferentie tegenover elkaar zetten. Kan ik me ook wel begrijpen. Vooral nu in deze racistische, gekke tijd, weet je wel. Colby Covington is natuurlijk heel erg pro-Trump. Kreeg ook een belletje van de president van Amerika na afloop. Live in een interview met ESPN. Ik heb eerlijk gezegd niet het idee dat Donald Trump weet wie Colby Covington is. Maar in deze verkiezingstijd in Amerika komt het ook hem heel erg goed uit. Was Colby Covington nou zo goed? Of was Tyron Woodley nou zo slecht? Ik denk een beetje van beide eigenlijk. Het was gewoon, ik ben Colby Covington niet anders gewend. En Tyron Woodley, hij was gewoon minder. Hij was veel minder. Maar even wat anders. Je gaf aan dat ze geen persconferentie, et cetera. Maar bij Stardown mochten ze wel dezelfde kant op lopen. Dat vond ik ook raar. Achter elkaar kopen. Ja. Wat betreft Trump, hij leek net een fanboy. Hij leek net een klein kind die van zijn ogen oma of zo. Maar verder, hij heeft verdiend gewonnen. Ja. Laten we in de weltergewichtsdivisie blijven en naar de co-main event gaan. Dat was tussen oldschool veteraan Donald Cowboy Cerrone versus young upcomer Nico Price. Jouw haarscherpe analyse van het gevecht, Rijn.
ging gelijk op. Eerste ronde kreeg Cowboy veel klappen. Hij heeft goed geïncasseerd. Hij heeft ook goed opgepakt. Verder, Cowboy is gewoon, houdt gewoon van het spelletje, houdt van vechten. Verder, ik zie hem niet meer per se champ worden of iets. Het ging gelijk op en veel eye-poke. Zeg maar, 3 eye-pokes. Ook weer, heeft ook een grote rol gespeeld. Maar ik vind dat verdiende draw. Verdiende uitvoer. Ja, de eerste ronde leek erop alsof Cowboy inderdaad direct met pensioen moest gaan. Hè? Hij kreeg echt een beatdown in de eerste ronde. Ik denk ook wat jij benoemt, als die eyepokes er niet waren van Nico Price, dan had Nico Price waarschijnlijk de wedstrijd ook gewonnen. Ik keek met een hele andere blik naar deze partij. Ik zag daar echt iemand die gewoon te lang aan het doorvechten is. En Dana White zei ook terecht, in mijn ogen, dat hij een gesprek aangaat met Cowboy. Zien we Cowboy na dit gevecht nog terug in de octagon? Ja, ik denk misschien nog één gevecht of dat hij met Dana White afspreekt van gewoon een datum en dan stop ik. Want hij staat als 14e gerankt, ook wel laag voor een Cowboy. Dus ik denk wel dat hij snel zal stoppen en het pensioen zal gaan. Vooral na het gesprek met Dana White, misschien dat hij hem wat aanbiedt of iets in die trend. Maar het feit is hij gewoon een prima gozer en houdt hij van het spelletje. Ja, hij was hard, hè, Dana White, na afloop. Nou, zowel Cowboy, daar wilde hij een gesprek mee. En Tyron Woodley, daar wilde hij een gesprek mee. Ik vond het wel een ander soort gevecht. Daar waar Tyron Woodley eigenlijk alleen maar achteruit ging in het gevecht, vond ik juist dat Cowboy in ronde 2 en 3 misschien wel de partij stiekem naar zich toe heeft getrokken. Wat vind jij daarvan? Vind ik ook wel, klopt. Hij was heel actief, ook met zijn kicks. Die hoge kicks van hem, daar staat hij ook onbekend. Hij stond goed in en hij was echt aanvallend. Ik vond hem wel beter dan de voorafgaande gevechten. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik zag wel weer een vlammetje, dat wel. Die 12 seconden tegen McGregor bedoel je? En ik zag dat Price ook meteen McGregor imiteerde, ja, goed gezien, ja. Ja. Maar ik vond hem beter dan voorheen, Campbell. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ja. Ja, hij heeft 3 keer zoveel partijen gevochten als zijn tegenstander Nico Price. Die zei dat na afloop ook. Van ik heb 12 keer gevochten en Donald Cerrone 36 keer. Dat is echt letterlijk 3 keer meer. Toch is het de eerste keer dat hij een draw heeft gevochten. Het is de eerste keer dat hij een gelijk spelletje heeft voor Cowboy. Maar goed, we hebben het over Tyron Woodley gehad. We hebben het over Donald Cerrone gehad. Veteranen waar we misschien wel langzaamaan afscheid van moeten nemen. Laten we naar de nieuwkomer, de sensatie van het moment. Khamzat Chimaev versus Gerald Meerschaert. Zeg het maar. Hier kunnen we echt heel lang over praten. Die man, perfecte timing. Hij kan staand vechten, zijn ground game is ook goed. Ik zie wel wat terug van Khabib, dus die vergelijking snap ik wel. Maar ik denk dat vele mensen voor hem moeten oppassen. Hij zei ook van, ik sla deze gozer knock-out en dan zeg ik gewoon gelijk next event, gewoon weer. En het was een beetje disrespect. Ik bedoel, als iemand dat tegen mij zou zeggen, zou ik ook denken van, hé, luister, dit ga je niet makkelijk maken. Maar 17 seconden, perfecte timing, boom, pat, klaar. Nee, deze man, ik zit op die high train met DC. Ik zeg eerlijk, DC bestuurt hem en ik zit erop, man. Ik geef deze man al mijn credits. Die man doet me een beetje denken aan Conor McGregor in het begin. Toen hij nog echt gewoon vuur in zijn ogen had. Maar dan gewoon wat veel meer bescheiden. Die man houdt gewoon van vechten. Hij wil gewoon vechten, ja. En hij doet me ook veel denken aan Khabib. Maar ze moet oppassen. Die man kan in meerdere divisies vechten. Double champ misschien. Ja, nou, je zegt het heel goed. Misschien, ik hou heel erg van de feiten en statistieken. Hij is de man die de meeste wins heeft in het kortste tijdsbestek. Hij heeft 3 potjes gewonnen in nog geen 66 dagen tijd. Hallo. Sommige vechters hebben 2 maanden alleen maar voorbereidingstijd nodig voor een gevecht. Denken wij dat Khamzat Chimaev ready is voor de big boys? Kan hij een vechter nemen uit de top 5? Ja, zeker weten. Oké, top 5. Hij zal eerst Demian Maia moeten verslaan. Staat op 7e gerankt.
En dan zou ik geven, zou ik hem wel. Misschien zelfs title fight, for all you know. Ik zeg het eerlijk, die man, ik wil wel zien hoe die reageert op weerstand. Gewoon als iemand echt druk op hem gaat zetten. Etcetera, weet je. Ja. Maar na de MMA ja, zou ik hem gewoon zeker een top 5 of misschien zelfs wel een title fight geven. Echt, heeft hij echt verdiend. Ik weet niet waar hij vandaan komt, maar All-Star Gym, dat weet ik wel, maar deze man, goed. Credit. Ja, hij komt uit de grotten van Tsjetsjenië en zo ziet hij er ook uit. Vooraf dachten wij dat zijn tegenstander Gerald Meerschaert heel confident was. En die had ook 0 keer gewonnen op de grond. De wedstrijd begon en je kon zien aan de ogen van Gerald Meerschaert dat hij daar niet wilde zijn. En het duurde nog geen 17 seconden en hij kreeg een stoot op zijn hoofd. Dus hij kan naast heel goed worstelen, kan hij dus ook gewoon de Mike Tyson uithangen in de octagon. En dat zorgt ervoor dat hij nog meer fightfans krijgt, hè? Ja, inderdaad. Ik zou misschien wel tegen Khabib willen zien. Khabib kan ook wel staan, maar het zal een mooi gevecht worden. Maar ik kan ook tegen Kamaru Usman. Dus als ik aan jou vraag wie moet de volgende tegenstander worden van Khamzat Chimaev, dan denk jij echt aan Khabib of is dat gewoon een fantasy matchup? Nee, dat is ja, sowieso een fantasy matchup. Als ze zijn beide goed op de grond, Khabib wordt wel goed getest. Ik heb respect voor Khabib, ben fan van Khabib, maar deze gozer kan er ook wat van. Maar als je mij vraagt de volgende matchup, dan is het toch Demian Maier. Wacht even, welke gewichtsklasse zien wij hem het liefst in, Riley? Ik denk welterweight. Lightweight zou ook wel kunnen. Middleweight, hè, daar vocht hij nu hè, tegen Gerald was op middleweight, ja. Dus hij kan, ja, wat ik zeg, hij kan double champ worden. Hij kan overal terecht. Als hij lightweight zou pakken, zou hij wat moeten afvallen. Ik weet niet hoe hij daarop reageert, et cetera. Maar welterweight of middleweight kan beide. Chael Sonnen zei heel mooi. Je hebt de true hype, dat is Khamzat Chimaev versus de fake hype, Sugar Sean O'Malley. Ben je het daarmee eens? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Daar hoef je niet over te discussiëren. Ja, tuurlijk. En die Khamzat praat niet zo, hè? Hij wil gewoon vechten, klaar. En hij is respectvol, bescheiden en in de octagon is hij gewoon een monster. En dat is voor mij hoe het hoort te zijn. Hij houdt van het spelletje, de rest boeit hem vrij weinig. Hij heeft respect, ook voor zijn tegenstanders. Hij is altijd correct. Maar wanneer hij moet vechten, moet optreden voor het publiek, is hij gewoon een monster. Zijn performance is gewoon echt top, maar ik geniet van hem. Ik wil hem snel weer zien vechten. Ja, de vergelijkingen met de Notorious One, Conor McGregor, zijn snel gemaakt. Het succes volgt zich in razendsnel tempo op. Hij heeft nu ook, heb ik vernomen, Ali Abdelaziz als manager. En die heeft vanochtend nog gezegd dat als hij tegen Conor McGregor vecht, dat hij hem in een rolstoel laat belanden. Dus hij is nu al Khamzat Chimaev aan het hypen. Demian Maia is nog niet officieel. Mensen willen hem de volgende partij graag tegen Maia zien. Omdat dat ook een grondspecialist is, een jiu-jitsu specialist. Maar het is wel de laatste partij voor Demian Maia. Willen wij Demian Maia tegen de hype train Khamzat Chimaev zien? Of zeg je van een andere matchup, bijvoorbeeld tegen een striker als bijvoorbeeld Wonderboy Thompson, zou ik ook interessant vinden? Ja, of course, tuurlijk. Wonderboy Thompson is ook gewoon een goede vechter, goede kicks, et cetera. Maar ik zal wel liever tegen Khamzat, zeg ik. Ja, Khamzat, zeg het goed. Tegen Khamzat zien. Hij kan zichzelf dan nog één keer goed testen, ook op de grond. En ja, ik bedoel van, hij is toch de next gen. Die Khamzat is pas 26 jaar. Hij zou zich goed kunnen testen tegenover hem. En als hij verliest, ja, hij is zo beard. En als hij wint, dan weet hij dat hij het heeft. Ik ben benieuwd man, Riley. We gaan hem denk ik binnenkort zien, want de UFC verhuist deze week nog richting Abu Dhabi, richting Fight Island. Aanstaande weekend is het gevecht van UFC 253 versus Israel Adesanya en Paulo Costa. Dus we houden hem in de gaten. Riley, ik ga afronden, helaas. Ik wil de kijkers vragen om een comment onder deze video te laten. Wat vonden jullie van UFC Vegas 11?
Vinden jullie dat het terecht is dat Khamzat Chimaev de volgende hype train is? Vinden jullie dat Tyron Woodley en Cowboy moeten stoppen? Waarom wel, waarom niet? Ben erg benieuwd naar. Riley, ik wil jou bedanken voor je Titan effort, as usual. En ik zie je snel, partner. Jou ook, man. Bedankt, broeder. Like always. Strijders en natuurlijk mijn vechters bezinnen. Dit was het. Stay tuned. Tot de volgende keer. Ik zou zeggen... Oes. Champs Talk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champs Talk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok. Champs Talk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champs Talk.